Goedemorgen. Welkom in 2018 bij de eerste aflevering van Facebook Live van dit nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar. En leuk als je weer binnen bent, leuk als je weer meedoet, leuk als je er live bij bent. Maar ook altijd als je terugkijkt via YouTube of via de Facebookpagina of via mandelaacademie.nl/tekentips. Welkom. En ik wens je een fantastisch 2018. En ik wil je eens vragen om na te denken over niet goede voornemens of zo, daar geloof ik niet zo in. Maar misschien, wat vond je nou fantastisch in 2017? Wat heb je nou echt goed gedaan of heel leuk gevonden? Wat je in 2018 mee wil nemen en misschien vaker wil doen. Of meer wil doen of beter wil doen. Of... Dus dat, wat neem je mee uit 2017, 2018 in? Om ook daar weer te genieten van dat wat je in 2017 zo leuk vond. Denk daar eens over na. Deel het eventueel met me in een reactie. Maar dat vind ik een leuke manier om na een jaar terug te kijken. En gewoon mee te nemen het nieuwe jaar in. In plaats van dingen per se willen veranderen. Want we zijn eigenlijk gewoon al goed zoals we zijn. Goedemorgen. Nou, Manon is erbij. Zie ik. Of het komen hard de beste wensen. Hoi Joyce. Leuk dat je er bent. Marianne is binnen. Jeannette, goedemorgen. Anne, Brenda, Fiona. Leuk. Even kijken hoor. Emmeke is erbij. Beste wensen ook voor jou. Marta, goedemorgen. Sonja, Annelies, Andrea, Letty. Leuk dat je er bent. Christa is erbij. Lieke. Nou, we zijn alweer met een hoop. Het is weer helemaal gezellig. Jullie hebben me weer weten te vinden op deze eerste donderdag van 2018. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor en heel erg blij mee. Ik heb mijn slinger achterstevoren gehangen. Zie je dat? Dan is hij niet in spiegelbeeld. Het is heel jammer, want de andere kant heeft allemaal van die leuke glittertjes. Maar zo kan die ook. Vandaag. Ik dacht, we zijn natuurlijk een beetje geëindigd rond de kerst met die sterren, met die rechte lijnen. En ja, ik vind het eigenlijk stiekem wel een beetje leuk. Maar ik dacht ook, we moeten het ook weer eens even een beetje combineren met wat rond. Dus kwam ik op een driehoek met diepte. Hoe vind je? Ik vind hem anders. Ik weet niet waarom, maar het doet me ook een beetje aan een oog denken en iets Egyptisch-achtigs. En nou, ongetwijfeld gaan we jullie nu allemaal weer creatieve raderen draaien. Maar dit is wat ik je vandaag wil laten zien om te doen. En als je dit op de juiste manier invult, dan denk ik echt dat je heel goed diepte kunt krijgen in die driehoek. Voor degene die alvast wil beginnen, maak een 9 cm, dit is op A4 formaat, een 9 cm cirkel en verdeel die in 12 stukjes, de rand. Hè? Dus niet helemaal door het midden die lijnen al trekken, maar de rand gewoon in 12 stukjes verdelen. Voor degene die alvast wil beginnen, terwijl ik heel eventjes terug ga kijken naar de Yule mandala, de kerststermandala's die zijn gemaakt. Even kijken, want ik moet ondertussen wel eventjes jullie reacties een beetje in de gaten houden. Ik vind het heel erg gezellig. Oh, het klept iedereen leuk. Marianne zegt, ik ga meer volgens mijn gevoel handelen. Oké, nou fantastisch. Dus dat heb je ingezet in 2017 en lekker meenemen 2018 in. Goedemorgen mam, leuk dat je er bent. Wat ik mee wil nemen 2018 in is, ik realiseerde me ineens, je hebt me al vaker horen zeggen, vorig jaar is motorrijden een ding geweest. Ik heb leren motorrijden, ik heb motorrijlessen genomen, ik heb heel veel angsten overwonnen, doorzettingsvermogen moeten tonen om het te kunnen halen. Uiteindelijk een motor kunnen kopen en... Ik zat van de week bij een vriend op de bank en toen zei ik me, die motor staat voor zoveel meer dan alleen maar motorrijden. En motorrijden staat voor mij al echt voor mijn hoofd leeg en vrijheid. En ik vind het spannend en ik vind het leuk. Maar ook voor dat wat ik allemaal heb overwonnen in 2017. En wat ik voor mezelf bij elkaar heb verdiend om die motor te kunnen kopen in 2017. Dus het staat voor zoveel meer en die neem ik lekker mee 2018 in. Dus voor mij is 2018... neem ik mee, grensverleggend, mezelf positieve schop onder de kont geven. Dus ik kan dingen wel, al moet ik er soms wat langer over doen. En als je er langer over betekent het niet dat je gefaald hebt. En dat neem ik mee 2018 in. Dat heb ik geleerd van 2017 en neem ik meer 2018 mee in. En ik heb 2017 alleen maar afgesloten, het was niet echt positief. Top, ga je nu de positiviteit gewoon weer in. Zo gaan we dat doen. De Yule mandala, de kerststerm mandala. Er zijn er een aantal geplaatst en ik wilde ze laten zien. Fiona heeft, ik hoop, ja het werkt. Fiona heeft er weer een volledig medaillon van gemaakt, zo wil ik het dan noemen. Even kijken of ik hem zo kan draaien. Ja, dan kan je hem beter zien. Kijk eens. Dus hier in het midden staat die ster en daaromheen
is ze weer aan de gang gegaan met allerlei vlechtwerkjes. Diamanten zitten erin verwerkt. Je krijgt echt een juweel op deze manier. En die schaduw hier aan de zijkant. Ja, moet je kijken wat dat doet. Alsof je van het papier getild wordt. Een tipje. Zo kun je van elkaar leren en geïnspireerd raken. Dan moet ik weer... Goed voornemen 2018. Techniek onder de knie krijgen. Eens even kijken. Dolinda heeft hem op zwart papier getekend. Voor een stralend 2018. En ik zie daar ook het oomteken in het midden. Ik zie mezelf nu geloof ik 3 keer weer spiegelen. Door dat zwart. Dat is ook erg mooi met goud op het papier. En dan ingevuld die driehoeken die vervolgens ontstaan. Ook een mooie van Mariette. Heel leuk idee om de helft van zo'n punt te strepen. Kijk, ze heeft dat gestreept. Zie je dat? Vanaf een afstandje zie je het niet. Dan zie je alleen maar het schaduweffect. Details erin ook hier. Heel bijzonder. Even kijken. Vicky heeft een hoop strepen weggelaten. Maar kijk eens wat daar verscheen aan de onderkant. Te leuk toch, dit? Het is helemaal eigenlijk een soort sprookjestekening geworden. Ja, ik vind dat heel creatief hoe daarmee omgegaan is weer deze keer. Renate heeft een hele mooie gemaakt. Oh, hij is niet helemaal scherp. Nou, dat doet er voor jullie niet toe, zie ik. Dat is nog best duidelijk te zien. Kijk eens. Ik zie de hartjes in de ronde vliegen. Dus ze worden echt ontzettend gewaardeerd. En dat vind ik zo leuk aan de mensen die de Mandelacademie bekijken. En dan nog even een paar die deze week geplaatst zijn. Want ze zijn natuurlijk verdeeld, wat ik er vorige week niet was, over 2 mandala maandagen. En uiteraard morgen, want dan is het alweer vrijdag. Mocht je de dagen van de week een beetje kwijt zijn. Dan hebben we hem weer in een collage. Waar ik deze helaas net te laat voor binnenkreeg. Maar die wil ik je dus nu laten zien. Dat is die van Wil. Wil, die mij ooit heeft aangestoken met mandala tekenen. Kijk eens. Al die details, die komt dus helaas niet in de collage. Want om 11:30 sliep ik al. Wil nog niet. En toen had ik de collage al af. En tot slot wil ik die van Emmeke laten zien. Die ook heel creatief is omgesprongen met lijnen. Kijk, die heeft de lijnen gewoon net even op een andere manier ook getrokken. Dan krijg je een hele andere tekening. En dat is denk ik ook zo leuk aan het ontwerp wat we vandaag gaan doen. Deze driehoek met diepte. Driehoek met vierkanten. Driehoek met cirkels, hoe je het noemen wil, in een 12-verdeling. En als je daar nog andere driehoeken ook tekent, of misschien je vierkanten anders zet, of hè, dus net even creatief met die lijnen omgaat, krijg jij een hele andere tekening dan die ik voordoe. Dat is wat we vandaag gaan doen. Nou, dan gaan we er gebeurt iets heel geks. Ze hebben weer wat veranderd bij dat Facebook. Ik ben gelijk jullie reacties kwijt. Eens even zien. Is inderdaad heel spannend om te maken, Janet. Maar ik laat het je zien en dan heb je hem zo op papier staan. En inderdaad, Marta, daar kun je ook weer een jaarmandala van maken. Dat is zo leuk. Dat zag ik ook bij de Joelemandala verschijnen. Dat mensen daar een nieuw jaarproject van hebben gemaakt. Als je denkt, jaarproject. Mandelaacademie.nl, gratis downloads. Daar heb ik vorig jaar een idee gelanceerd voor een jaarmandala. Dat kun je natuurlijk dit jaar uitstekend weer gebruiken. Dus vraag hem gerust aan. En als je die al hebt gedaan en denkt, ik wil daar een ander ontwerp voor. Dan is dus die kerstster mandala van 2 weken geleden. Die laatste aflevering van 2017 misschien een heel leuk ontwerp. Om dat project weer op te pakken. En een jaar lang mandala's te maken. Eens even kijken. Bernadette kijkt voor het eerst mee. Gezellig, leuk dat je er bent. Ik ga de camera draaien. En een vallende ster. Oh, dat is van een tekening. Ik ga de camera draaien en je laten zien hoe je dus die driehoek tekent met die vierkantjes en die cirkeltjes. En trek gerust je lijnen anders dan dat ik dat doe, zodat jij je hele eigen mandala op papier krijgt. Ga je mee? 12-verdeling. Altijd leuk. Eens even kijken hoor. Ik merk dat mijn cameraatje niet heel stabiel staat. Dan wil ik even veranderingen aanbrengen voordat alles instort. Ik zal de camera draaien, zodat je in ieder geval niet naar zo'n saai plafond hoeft te kijken. Even zien. Ja, nu zit hij vast. Het goed is, kan er nu niks gebeuren. Maar met garantie tot aan de deur, zullen we maar zeggen. Deze gaan we maken. Dat kun je op A4 papier doen. Ik heb altijd vierkante blaadjes, maar deze komt overeen met A4 papier. Ik ga alleen niet diagonaal het kruis trekken nu.
Wat er dan namelijk gebeurt, heb ik dat op deze kant? Met het bedenken hiervan, ja, deed ik dat wel. En dan krijg je heel saaie vierkanten zo. Terwijl het juist zo leuk is om die op deze manier te krijgen. Dus vandaar dat ik echt het midden ga opzoeken. Dat doe ik door het papier te nemen. En het midden te berekenen van deze maat. Nou, die is bij mij 20. Dus op 10 centimeter zit ik op de helft. Dat doe ik een stukje verder naar beneden ook. Ook 10 centimeter. Die kan ik dan met elkaar verbinden. Door mijn liniaal langs die twee punten te leggen. En dan geef ik ook alvast daar op 10 centimeter het midden aan. Dat doe ik ook nog bij een zijkant. En dan kan ik ook deze lijn trekken. Dit is de enige hulplijn die je straks misschien nog uit wil gummen. De rest van de cirkels en de lijnen die we vandaag trekken, hoef je niet uit te gummen. Kun je wel doen als je dat wil. Dus dat is altijd vrije keuze. Maar nu kun je dus eventueel, als je zegt van ik wil alle cirkels laten staan, ze ook wat dikker trekken. Terwijl ik normaal adviseer om een beetje dunne lijntjes te trekken. Dan zet je 9 centimeter in je passer. Nou, een manier om dat te doen is dat je 9 centimeter aftekent op zo'n lijn. Dus dit is nu 9 centimeter. Dan neem ik de passer. Zet ik de punt in het midden. Zo. En dan zorg ik dat mijn potlood bij die markering uitkomt. Zo, zie je? En dan draai ik hem in de ronde. 9 centimeter. Nou, dan verdeel ik die in 12 gelijke delen. Dat doe ik door mijn passerpunt te zetten daar waar mijn lijn mijn cirkel kruist. En zo zwaai ik heen en weer en zet ik op die rand markeringen. En dan verdeel je je cirkel in 12 gelijke delen. Als je dit nou voor alle cirkelverdelingen wil weten, dan zou je eigenlijk eens moeten kijken of je de basiscursus van de Mandala Academie wil aanschaffen. Want daarin leer je alle basisbeginselen van mandala tekenen. En ook hoe je op gemakkelijke manieren je cirkel verdeelt in gelijke delen. Nog geen lijnen trekken vanuit die markeringen. We gaan wel vanuit die markeringen de driehoek vastzetten. Dat doe je vanaf de bovenkant. Naar, niet de onderste toe, niet die daarnaast, maar naar deze. Dus de eerste die onder het kwart ligt. Leg je lineaal van de bovenkant naar daar. Dan leg je hem vanuit hier recht naar de overkant. En vanuit daar dan weer naar boven toe. Die staat. Dan gaan we cirkels trekken. En het zijn wat kleine cirkels. Dat is lastig, vind ik, met mijn passer. Maar ik ga het toch proberen en ik ga je laten zien hoe ik dan soms smokkel. En dan maar hopen dat ik niet te hard uitschiet. Ik doe dat op 1 centimeter, op 2 centimeter, op 3 en op 4,5. 1, 2, 3 en 4,5. Nou, ik draai heel even mijn papier om. Want het is gemakkelijker voor mij om vanaf deze kant mijn passerpunt in het midden te zetten. En dan mijn potloodpunt naar die eerste markering van een centimeter. Hoe kleiner het cirkeltje, hoe lastiger ik dit vind. Dus ik ga je laten zien, ik struggle ook wel eens ergens mee. Nou, wat doe ik dan? Zorg ik dat ik best wel stevig die punt in het midden druk. Ik zet mijn potlood zachtjes op het papier en dan draai ik mijn papier. Dus niet mijn passer, maar mijn papier. Ja, het is waarschijnlijk de meest kinderachtige manier om een passer te gebruiken. Maar voor mij werkt die. Kijk, hier wordt het al makkelijker met 2 centimeter. Dan kan ik het alweer zo. En wie niet sterk is, moet slim zijn, zeggen ze altijd. Dus dit is mijn smokkelmanier. En hoe groter de cirkel, hoe gemakkelijker ik het weer vind om die te trekken. En de kunst is altijd gewoon tussen duim en wijsvinger, hè? Oh, nou is hij verschoven. Nog een keer. Zo. Hopla. Zo.
Nou, ik draai hem weer om omdat ik met die punt naar boven het mooist vind. Je kunt natuurlijk ook gewoon zo je mandala ontwerpen. Maar het voelt voor mij heel erg niet goed op dit moment. Dus ik doe hem zo. En dan gaan we de vierkanten trekken. Dus vierkanten tekenen. Dat doe ik binnen die kleinste cirkel, binnen de cirkel. Dus ik leg mijn lineaal van kruispunt van lijn en binnencirkel naar kruispunt van lijn en binnencirkel. En die lijnen trek ik. Nou, dat proces herhaal je eigenlijk binnen al die cirkels. Kun je ook zo doen dat je ze allemaal eerst zo pakt. En dan hebben we nog maar één stap. En dat is de 12-verdeling gebruiken. En dan trek ik de lijn vanaf die markering tot aan dat laatste vierkant. Dus door deze cirkel heen tot aan dat laatste vierkant. Ik laat het je zien. Ik leg mijn lineaal van markering door het midden naar markering aan de overkant. En dan trek ik de lijn tot aan dat vierkant. Of vanaf het vierkant tot aan de cirkelrand. Markering door het midden naar markering. Nou, misschien lijkt het een uitdaging dit ontwerp, maar zoals je ziet, als je maar weet welke stappen je moet zetten, nou dat is eigenlijk met alles in het leven zo hè, dan is vaak het moeilijkste gedeelte al voorbij. Kijk, staat hij. Kun je er natuurlijk nog een rand omheen doen, hè? Een dun randje. Als je denkt van, nou dat vind ik wel leuk. Dan trek je net een iets grotere cirkel nog. Al is die al best wel flink aan de maat. Met zijn 9 centimeter op A4. Je kunt hem natuurlijk ook kleiner maken. Alleen dan komen misschien deze punten over je driehoek heen. Wat helemaal niet storend hoeft te zijn. Als je denkt van, ik wil dat graag doen, moet je dat doen. Maar dit is de manier waarop ik hem had bedacht. Voilà. Nou, eens even kijken. Ik neem jullie weer in beeld. Als er vragen over zijn, of als je tips wil, of als je vragen hebt over een cursus, of wat dan ook, laat het even weten. Want dan ga ik ze lezen en dan geef ik daar even antwoord op. Even zien. Wie zijn er allemaal vragen aan het stellen? Goedemorgen Linda. Hi Ashley. Riet is erbij. Eens even kijken. Astrid is erbij. Die gaat werken, dus die kijkt vanavond al terug. Maar helemaal geen vragen. Nou, wat fijn. Dan zijn we weer helemaal duidelijk. Even kijken. Die gaat hem zonder vierkanten doen, Cindy. Groot gelijk. Ben ik wel benieuwd of je ook dat diepte-effect een beetje kunt krijgen. Tenzij je zegt van, boeien, ik hoef helemaal geen diepte-effect. Dan gewoon lekker niet doen. Maar maak er inderdaad je eigen ontwerp van. Dat is wat ik probeer te doen met deze uitzendingen. Je te inspireren om te tekenen. En dat wat jij maakt van datgene wat ik voordoe, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Als jij het inderdaad net als Cindy zonder die vierkanten wil doen, doen. Als je denkt, ik vind die cirkels en die driehoek al geweldig met die 12-verdeling. Lekker zo aan de slag gaan. Het gaat erom dat je geïnspireerd wordt. Niet dat je nadoet. Tenzij dat is wat je nodig hebt en graag doet, dan gewoon doen. Fiona gaat ook andere vormpjes gebruiken. Hartstikke tof. Ik ben nu al benieuwd wat het gaat worden. Neem je tijd. En dan zie ik hem graag volgende week verschijnen in de Mandala Maandag, wat je ervan hebt gemaakt. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. Gaan we nog een kaart trekken? Dat is wat we gaan doen. Ik heb de Light Up Your Light kaarten, de inzichtkaarten van Fanny van der Horst. Kun je kopen bij fannyvandehorst.nl. Lekker in spiegelbeeld. Met een prachtige aardester chakra erop. In de vorm van een mandala. Zo. Even schudden. Eens even kijken. Wat we deze dag mee mogen nemen aan lichtinzicht. Linda ziet ook iets anders in de vierkanten. Spannend. Ik ben benieuwd. Het is natuurlijk ook weer zo'n ontwerp waar je lekker in kunt zentangelen. Nou, eens even kijken. Deze is heel mooi, denk ik, voor 2018. Zijn ze dat allemaal, maar deze.
Vrijheid is kiezen voor jezelf en authentiek zijn en anderen daarmee laten zien dat zij hetzelfde kunnen doen. Vind ik mooi aan deze kaarten van Fanny. Het gaat altijd eigenlijk een beetje. Het gaat vaak over jezelf. En dat als je jezelf bent, dat je daarmee ook anderen helpt. Dat is wat ik van Fanny heb geleerd in de afgelopen jaren. Dat als jij goed jezelf bent en zegt wat je denkt en vindt, dat je daar eigenlijk anderen meer mee helpt dan wanneer je een masker opzet of iemand in bescherming neemt of jezelf in bescherming neemt. Dus heel erg mooi. Vrijheid is kiezen voor jezelf en authentiek zijn en anderen daarmee laten zien dat zij hetzelfde kunnen zijn. Oh, als iedereen dat eens zou doen, ego de wereld uit, liefde de wereld in, licht de wereld in, krijgen we alleen maar vrede op aarde. Nou, dat is een mooie voor 2018. Ik sluit hiermee af. En Marta heeft de kaartjes ook heel goed. Mooi zo, meid. Doe ze ook cadeau aan andere mensen. Echt, als je iemand blij wil maken met een mooi cadeau dit jaar, dan zou ik vooral die geven. Ik sluit af. Ik wens je een fantastische donderdag. Ik wens je heel veel plezier met deze magische driehoek. En dan zie ik je tot volgende week. Dankjewel. Dag.